Goeiedag, het was best vandaag nog wel even genieten van wat opklaringen, zonnestralen zoals hier in Den Helder. Nog even ook dat zachte weer meepakken, want de komende dagen gaat dat echt wel veranderen. Het wordt een stuk wisselvalliger en dat betekent bijvoorbeeld ook dat deze bladeren hier nog aan de struiken, aan de bomen, toch ook steeds meer op de grond gaan vallen, ook al omdat er flink wat wind komt te staan van tijd tot tijd. Ja, wisselvallige weerbeeld, dat heeft alles te maken met depressies die vanaf de oceaan dichterbij gaan komen. Vandaag dus nog wel dat wisselende weerbeeld, dat zien we ook wel op de satellietfoto. Sommige plukken bewolking zorgde er echt wel voor dat de zon lang niet te zien was, maar op andere plekken waren er toch ook wel opklaringen. In Limburg en delen van Brabant werd het evengoed nog 18 tot 19 graden. Vanuit het zuidwesten gaat wel de bewolking toenemen. En die bewolking gaat er ook voor zorgen dat er vanavond nog geen regen valt waarschijnlijk. Maar vannacht wel, want dat komt vanuit het zuidwesten opzetten. Heel misschien aan het eind van de avond in het zuiden al wat regen. En dan ziet u aan dit patroon dat het de komende dagen gewoon wisselvallig wordt. Storingen worden afgewisseld met langere droge periodes. Maar van tijd tot tijd kan het echt wel eventjes gaan plensen. En zoals gezegd, dan kan het ook stevig gaan waaien. Vanavond is het op de meeste plaatsen nog wel droog met wolkenvelden en opklaringen. Vanuit het zuiden gaat de bewolking toenemen en vannacht, ja, dan is er toch wel enige tijd regen bij temperaturen rond de 13 graden. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee kan de wind al wat in kracht gaan toenemen. En morgenochtend moeten we ook gaan rekening houden met zware windstoten in de kustprovincies. Langs heel de Nederlandse kust en ook de Waddeneilanden zijn windstoten van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Veel wind dus, ook boven land, windkracht 4 tot 5. En er trekken een aantal buien over. Temperatuur loopt op naar zo'n 16 of 17 graden. En in de avond dan kunnen er nog een paar stevige buien overtrekken. Dan is er ook nog kans op hagel en onweer. En de komende dagen, ja, het blijft erg wisselvallig, waarbij de temperatuur dus geleidelijk aan steeds verder gaat dalen. We beginnen nog met een graadje of 14, maar als we dan verder kijken, vrijdag in het weekend erg nat en temperaturen van zo'n 12 tot 13 graden. Nog fijne dag.